Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van alles rondom auto's. Vandaag zijn we op pad met de nieuwe Kia Niro EV. Wij reden al eerder de e-Niro, die video vind je hier. Maar we gaan het vandaag niet hebben over hoe goed of hoe slecht deze auto is. We gaan kijken of we met deze auto een lange trip kunnen maken. Op de heenweg gaan we hypermijlen, dus gaan we rustig aan doen. En op de terugweg hebben we Robert bij ons voor het snelle stuk. En dan gaan we kijken, is het dus nodig om echt te hypermijlen? Of maakt het niet zoveel meer uit als je harder rijdt met het huidige laadnetwerk en snelheid? Dus kijken, wat is eigenlijk sneller? Ja, de Niro EV is niet volledig opgeladen. Hij heeft nog 3/4 accu. Het bereik is voor nu 270 kilometer. En we hebben een route uitgestippeld van 251 kilometer. Ja, en om die 251 kilometer te halen met deze acculading gaan we wat voorbereidingen treffen. Dus de airco gaat op drivers only. De rijmodi gaat op eco en dan gaan we er vandoor. We zijn dus onderweg. De eerste update na een kwartiertje rijden. We cruisen hem ongeveer 100 km per uur. We proberen niet echt achter een vrachtwagen te blijven hangen, maar wel gewoon mee te rijden met het verkeer. Het verbruik is gezakt naar nu een 17,4 kW per 100 kilometer. En we hebben nog een kilometer of 17 over voor nu. Dus we zouden het nog moeten halen. Kleine update, we zijn ondertussen 50 minuten onderweg. Wat hebben we over aan kilometers? We hebben 19 kilometer over. Maar goed, om toch wel een beetje langzamer rijden, hebben we ook wat tijd om wat dingen uit te zoeken. We rijden bijvoorbeeld met een temperatuur van 20 graden en zetten we hem op 19 of op 21 raken we een kilometer kwijt. Maar we kunnen ook kilometers terugverdienen door de airco uit te zetten. Dat leverde aan het begin 10 kilometer op en nu levert het ongeveer nog 7 kilometer op. Dus voor nu lijkt het erop dat we het nog steeds gaan halen. Ja, we zijn 1,5 uur verder en we hebben 142 kilometer gereden, dus iets meer dan 1,5 uur. We zijn de autobaan ondertussen opgegaan, dus we hebben de Duitse grens gepasseerd. Het is hier droog, maar we hebben best wat regen gehad en het waait heel hard, wat natuurlijk ook niet ten gunste komt van het verbruik. En daarbij is nu 9 graden, dus dat is ook niet iets wat elektrische auto's echt heel leuk vinden. Want het beste doen ze altijd op een graadje op 18. Nou, voor de race zoals het nu uitziet gaat het best wel goed, alleen merken we wel dat als je in Duitsland 100 cruist, dat je wel echt de boel ophoudt. Dus we proberen het echt te timen wanneer we naar links gaan, zodat echt niemand achter ons zit. Maar dan nog, ja, het is wel, je kruipt echt andere auto's of vrachtwagens voorbij. Dus we zijn wel een beetje mens tot last met het hypermijlen. Nog een klein half uurtje te gaan en dan zijn we op de bestemming. En zoals het nu eruit ziet, komen we met een kleine 40 kilometer range over komen we aan. Dus we merken wel dat de Kia het heel goed doet op bereik. Dus dat loopt eigenlijk niet af. Dus het rendeert wel tot nu toe om een beetje rustig te rijden. Wel klaagde Robert net over de temperatuur hiernaast. Ik had het prima, maar hij had het echt heel erg warm. Dus we hebben nu wel de kachel voor Robert ook een klein beetje aangezet. Zodat hij ook een beetje comfort heeft. Laatste plekje ook weer van erin. Weet dat die storing heeft? 100%. Het is nu 12 uur 42. Dat betekent dat we er 2 uur en 42 minuten over gedaan hebben. Over 249 kilometer. Dus dat is niet eens verkeerd. Maar wel als we kijken naar Google Maps, dan hebben we wel een minuutje of 23 verloren. Dus als je rustig 100 cruist overal, ja, dan verlies je wel ten opzichte van de Google calculatie. Nu is het tijd om de auto te gaan laden. En dan als die weer op ongeveer dezelfde kilometrage staat als op de, toen we starten, dan gaan we weer terug naar het mooie Nederland. En ik hoop dat het daar beter weer is dan hier. Ja, en nu is het natuurlijk mijn beurt. Even kijken, nou de Niro is voor 82% opgeladen, dus
Ja, we kunnen weer. We gaan hem afkoppelen en volle porrie naar huis. Zo, weer terug in de Kia. En we gaan weer op weg terug naar huis. Of in ieder geval naar het startpunt. En we gaan natuurlijk volle porrie. Dat betekent ook dat we de drijfmodus in sport zetten. Dat scheelt ook alweer 20 kilometer aan range. In de sportmodus heb ik nu 283 kilometer aan range. Nou, ik verwacht, omdat we nu wat sneller gaan rijden, dat we in ieder geval wel minimaal één keer moeten laden. Dus ik heb nu een laadstation gekozen op 170 kilometer vanaf hier, net over de grens bij Venlo. Nou, dat zouden we toch wel moeten redden. Hè? Dan hebben we ongeveer 100 kilometer marge. Maar we gaan het zien. We gaan de test gewoon ondervinden. En tijd om te gaan. Oké, we zijn inmiddels bijna 50, precies 50 minuten onderweg. We hebben 102 kilometer afgelegd. Er zijn wel stukken geweest waar we echt ook even hebben door kunnen rijden, zeg maar 160. Maar toch ook in Duitsland moet je toch regelmatig even op de rem, omdat er toch wat langzamer verkeer dan voor je is. En de laatste 10 minuten hebben we vooral last van echte hoosbuien. Waardoor de snelheid er überhaupt ook altijd een beetje uit moet natuurlijk. Maar desalniettemin, ik denk mooi gemiddelde. Het is nog 64 kilometer naar de volgende laadstop. En we hebben nog 127 kilometer aan range over. En dus we vertrokken met 100 kilometer marge. Nou ja, en dat is nu nog ongeveer 60, 70 kilometer marge. Dus het valt me eigenlijk niet tegen. Terwijl we echt wel flink aan het doorrijden zijn. Hoe snel die range inzakt, dat valt niet tegen, maar die laadstop hebben we sowieso wel nodig. We zijn net de grens weer over bij Venlo, dus we zijn weer in Nederland. Het zonnetje begint ook weer te schijnen, gek genoeg. Even kijken, hoe staan we ervoor? We hebben iets meer dan 152 kilometer nu gereden. 5 kwartier vanaf de stop. Dus dat is echt een prima gemiddelde. Nou, nu in Nederland zal het gemiddelde natuurlijk wel iets gaan afnemen. Hier mogen we natuurlijk iets minder hard rijden. Het is nog 13 kilometer naar de volgende laadstop. En we hebben nog 50 kilometer over. He, dus die marge van 100 kilometer toen 50 was, is nu nog maar een marge van, tussen de 40. Ja, dus de marge in kilometers zijn we kwijt, dus we moeten ook echt wel gaan laden. Nou, straks tijdens de laadstop gaan we maar eens even berekenen alvast hoe lang we dan moeten laden. Om dus weer terug te komen bij het beginpunt, zal Bommel. En qua tijd, wat dan een beetje het snelste gaat zijn. Ik weet het zo net nog niet. Wel de tijd om alles een beetje netjes te filmen, maar we hebben een beetje haast. Ik wil natuurlijk wel winnen. Wat hebben we? Nummer 3. Koppelstekker in auto. Vlammen! Zo, even op aankomen hier bij een Fastnet net voorbij Venlo. We hebben hem net aangekoppeld. Het is ook echt lekker snel hier voor deze auto. We laden nu met zo rond de 80 kilowatt. En dat was net in Duitsland toch wel een stuk minder. Daar laad je rond de 60. Dus het is nu 77 kilometer nog naar ons beginpunt in Zaltbommel. Dus ik denk dat we laden tot, wat zullen we doen, een kilometer of 100, 110, misschien 120. Omdat we nog tot een beetje, misschien iets harder dan 100 kunnen rijden. Ik denk dat we over een minuut of 4 af kunnen koppelen en dan die kant op. En dan is dat Bommel, gaan we de balans opmaken, wat nu uiteindelijk sneller is. Oké, we zijn weer op pad. We hebben geladen tot een range van 111 kilometer. Dat is 40% acculading. Nou, het is nog 77 kilometer naar Zaltbommel, dus dat moeten we vrij gemakkelijk redden.
ja, toch voelt het in Nederland altijd wel net even iets beter om ja, wat meer op de limiet van de range te rijden, omdat ja, we hebben hier gewoon ontzettend veel snelheidsstations. Dus ik hoop niet dat dit famous last words zijn, maar in principe zouden we het moeten redden, zelfs als we dus ja, misschien nog wel een beetje harder doorrijden. Dus we gaan het zien. Even een update. Sinds de vorige laatste stop zijn we bijna een half uurtje onderweg. Wel maar 34 kilometer afgelegd. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft ermee te maken met dat we een kleine calculatiefout hebben gemaakt. Oftewel, Google Maps gaf eigenlijk aan dat de snelste en dus ook de kortste route via een N-weg was, de N279. Ja, eigenlijk bovenlangs richting Den Bosch. Dus dan snij je wel een stuk A2 af. En het is ook iets korter. Maar dat betekent in ieder geval, ja, hier ga je niet heel veel tijd op goed maken. Of dit nou een goede keuze is geweest, weet ik niet. Anderzijds hadden we over de A2 gegaan. Dan hadden we ook wel weer iets langer moeten laden. Dus het blijft een beetje rekenen. Ik denk wel dat het heel spannend is wat nou straks het snelst is. Ik denk dat het best wel dicht bij elkaar gaat liggen. Maar nou, ik ga in ieder geval wel mijn best doen om dit te winnen. Alleen nu is het even, ja, gemak houden. Daar zijn we weer. Terug in Zaltbommel. Terug. Een paar uur later. Hè? Inderdaad. En wat is nou, ja, wie heeft er gewonnen? Qua snelheid was jij sneller, hè? Hoeveel scheelt het? Het scheelt, ik was 2 uur en 42 minuten onderweg. En ik 2 uur en 37 minuten. Ja. Dus dat is een volle 5 minuten aan, ja, tijdswinst. Dus voor je gevoel is wel de terugweg veel sneller. Ja, waardoor de stop, ja, kost het je toch die tijd. Ja. Maar het kost wel ook echt een extra lading natuurlijk. Ja, dus heeft het nu echt zin? Ja, heel eerlijk gezegd, je bent natuurlijk best wel aan het jagen, aan het jakkeren elke keer als het stoplicht net te lang duurt. In mijn geval, nou, dan word je toch wat ongeduldig. Ja. Ja, dus ik denk niet dat ik het zou adviseren met een auto zoals deze en de laadsnelheid die daarbij hoort. Hè. Dus we hebben nu, ja, maximaal 80 kilowatt geladen. Ja. Dus als die ladingen over de 100 kilowatt ingaan, dan gaat het rendabeler worden om, ja, ja, sneller te rijden, omdat je auto gewoon sneller voller is en dan kan je gewoon sneller weer op pad. Ja, nee, exact. Dus nou, als het laden inderdaad veel sneller gaat, dan kan je inderdaad wat harder doorrijden. Moet je inderdaad 160 gaan rijden met een EUV? Ja, dat niet. Maar zeker in Duitsland kan het wel helpen om in plaats van 100 toch lekker die 120, 130 te gaan rijden. Ja, dus ik denk dat voor vandaag de snelste optie zou zijn de middenweg. Ja. Dus geen 100, 100 is echt te langzaam. 150 plus. Is te snel, gaat de accu snel leeg. Dus ja, weet je wel, hang hem op 110, 120, zeker in Duitsland, ga je beter uitkomen. Is denk ik de snelste optie voor nu met een auto die maximaal 80 kilowatt laat. Dat denk ik ook. Nou, bedankt voor het kijken. Wij moeten nog even verder laten, want we zijn alweer leeg. En tot de volgende video.